Hele goedemorgen. Het is vandaag maandag. Dat Sef thuis geweest, daar zie je niks meer van trouwens. Anyway, welkom bij een nieuwe video. Hi, kijk hem daar. Ja. Wat gaan we vandaag doen? Ja, de kinderen staan al buiten. Wij gaan naar verloskundige voor een ultrasound. Hoe heet dat in het Nederlands? Echo. Een echo gaan we doen. Kijk, je ziet het al een beetje. Vandaag weten we niet of het een jongen of een meisje wordt hoor. Maar we horen wel of de baby gezond is. Het is termijn echo. Dus dan weet ik ook hoe lang of wanneer ik echt uitgerekend ben. Dus let's go. Daarna gaan de kids overigens naar mijn moeder. En Remco heeft zijn eigen werk. Gaat weg. Ik blijf lekker thuis. Thuis werken. Dus ja, laten we gaan. Kom. Ben je benieuwd hoe het met Maven is? We hebben hem al een naam gegeven. Ik ben ervan overtuigd dat het een jongen is. Dat weet ook iedereen nu. Jij bent ervan overtuigd dat het een meisje is. Ja. Maar beide, wat het ook is. Ja. Maven, we weten nog niet of dat de uiteindelijke naam wordt. In deze tijd zou het populair zijn dat de jongetje die zich later een meisje voelt. Dat is wel populair, toch? Dus we gaan voor beide. Precies. Oké, let's Komt go. Goed, man. Het gaat goed. Ik ben aan de beurt. Ja, we zijn zo aan de beurt. Spelen. Ja. Maar is goed in het groeien hoor. We zijn dus terug, of tenminste ik ben terug thuis. Remco is weer weg naar een afspraak, werkafspraak. En ik zit hier alleen thuis, zonder kids. We kwamen bij de verloskundige, verloskunde aan, zeg maar. En ja, ik dacht dat er een termijn echo gepland stond. En morgen had ik ook een afspraak voor een 13 weken echo. En toen zeiden ze, nou dan doen we die van vandaag niet. En dan kunnen zij morgen alles zien, zeg maar. En dan kunnen zij daar tijdens de termijn van 13 weken echo kunnen ze alle checks doen die wij normaal ook zouden doen. Ik zeg nou prima. Het enige wat ze hebben gedaan is naar de heartbeat luisteren. Dus het hartje van het kind, van de baby. En dat hebben we gewoon kunnen horen. Dus alles goed. Alleen jammer dat de kids dan niet de baby hebben mogen zien. Maar goed. Morgen om 11 uur, als het goed is, moet ik me melden bij Echo Centrum. En dan ga ik krijg zo'n echo. En ik ben heel benieuwd. Misschien kunnen ze al zien wat het is. Dus nou, het is iets anders gelopen. Daarna heb ik de kids naar mijn moeder gebracht. Met mijn moeder snel naar de winkel en weer terug. Remco is nu weg. En ik heb dus een nieuwe Real Housewives ontdekt. Ik snap niet dat ze bij Dubai zeiden dat dat de eerste buiten Amerika is. Maar volgens mij is dat de eerste buiten Amerika die Amerika zelf heeft gemaakt. De Amerikaanse productie. Want je hebt ook heel Zuid-Afrika, zowat Durban, Cape Town, Johannesburg. Maar nu heb ik dus Lagos ontdekt, Nigeria. En ik heb iets met Nigeria. Ik weet niet, ik zei altijd, dit jaar ga ik er sowieso proberen naartoe te gaan. Ligt aan de zwangerschap. En anders ga ik er snel naartoe. Want ik heb iets, ik heb zo het vermoeden of het idee dat ik daar naartoe moet voor echt mijn grootste doorbraak. Klinkt raar misschien, maar Nigeria of West-Afrika trekt mij zo extreem. Hetzelfde als Latijns-Amerika. Ik heb altijd gezegd, in mijn vorige leven was ik een Latina. 100.000%. Als je gelooft in dat theorie, dan was ik iets met Latina. 100%. Ik baal ook altijd dat ik Spaans niet spreek. En als mensen Spaans tegen mij praten en zo, dan denk ik, kut. Ik wil dat terugpraten, zeg maar. Ik vind het gewoon heel mooi. Cultuur, taal. Maar Nigeria heb ik ook iets mee. Ik weet niet wat. Maar goed, ik ben lekker aan het relaxen. Ik vlogs geëdit. Bijna klaar. En dan ga ik, s'avonds moet ik nog één ding doen wat echt moet. En verder doe ik gewoon lekker rustig aan. De Remco Koerman diet. You've got your bathroom. Ja. The best diet ever, hè? Ever. Diet doe ik alleen in Dubai, hè? Five Guys. Ja. Yeah. Shawarma. In de weekend, hè? Diet is in de weekend. De tijd is in de weekend, het is maandag. Ja, in Nederland. Nou, goedemorgen, het is dus dinsdag. Wij gaan naar de echo. De 13 weken echo. Op zich, we zouden vandaag niet horen, hè, toch, wat het is. Nee, maar het zou kunnen dat ze het toevallig zien. Nou, het zou kunnen dat ze het zien, maar dan mogen ze het officieel niet zeggen.
Maar dan zeg ik, weet je, ik woon niet in Nederland. Ik ga je niet aanklagen. Je kan het gewoon vertellen. Dus als ze het zien, ben ik wel benieuwd. Ja, daar zijn ze bang voor. Want stel je voor dat ze zeggen, het is een meisje en het blijkt later een jongen te zijn, dan kan je diegene aanklagen. Dus de claimcultuur is echt gestoord geworden. Maar, als je doorgaat mag je binnenkort geen hallo meer zeggen. Want dat mag al niet meer. Nee. Hallo? Bepaalde mensen mogen dat al niet zeggen tegen bepaalde mensen. Durf je tegen mij te praten? Maar goed, wij gaan eerst ontbijt halen bij de Mac en dan gaan we lekker naar de ultrasound. En verder gaan we niet zoveel doen, hè? We over de kids ophalen. Nee, ik moet nog wat dingetjes uitwerken, dat ga ik doen. Ja, maar we gaan nergens naartoe, zeg maar. We gaan nergens toe. Kijk, leuk, hè? Ja, je ziet er weer goed uit vandaag, hè? Nice. Hakken aan, dus dan ben ik bijna net zo lang als jij. Dat zou je willen. Kijk, er zit een kop boven, man. Kijk dan. Heb je parfum op? Nee, niet. Dat durf ik niet meer, want jij zegt... Nee, goed. Maar ik ruik nog iets. Is het oude parfum misschien? Dat ruikt gewoon heel... Oh, dat is ik kan er niet zo tegen. Nou, kom maar, laat maar gaan. Daar is hij dan. De baby. We mochten daar binnen niet filmen. Dus hadden we gevraagd of we wat opnames mochten. Nou, niet per se voor de vlog hoor. Maar we hadden wat opnames, kijk, meegekregen op een stick. En een hele korte opnames waarbij je gewoon een klein beetje beweging ziet. Dat vond ik zo leuk. Kijk. En ze vertelde al... Dat wat het zou kunnen worden, je mag het officieel niet vertellen. En ik ga het ook niet zeggen, omdat wij hebben er specifiek naar gevraagd. Maar het was niet echt de bedoeling, of, volgens de wet mag het niet. Terwijl ik, ja, maar ik zeg, ik kom niet meer hier en ik zou het wel graag willen weten. Want we zijn een ander geval dan normaal, zeg maar. En toen heeft ze wel verteld wat het voor 70% zou kunnen zijn. En het zag er ook naar uit dat het dat werd. Maar ik ga het nog niet vertellen, omdat ik beloofd heb dat ik het nog niet zou vertellen. Want het mag pas bij 20 weken. Maar alles gewoon goed. Baby, alles ging goed. Nu moet ik bellen voor een afspraak voor de niptest. En na de niptest, wat moet ik volgende week doen? Nu wordt er geen niptest gedaan, pas vanaf 1 april weer. En dan ga ik die niptest doen en dan moet ik ook nog vrijdag naar de gynaecoloog. Maar daarna houdt het hier op in Nederland voor mij, want ik wil dan met de gynaecoloog bespreken wat is voor mij het beste om te doen. Want ik wil mijn dossier overdragen aan, als het goed is, een Nederlandse gynaecoloog in Dubai. En dan wil ik het daar voortzetten. Dus niptest, bloedafname. En als het goed is, hebben ze bij deze bloedafname, gisteren van de verloskundige gekregen, hebben ze ook calcium en ijzer erbij gedaan. Want daar ging het vorige keer om bij NOK. Had ik tekort, dus dat moet even getest worden. En de standaard screening. En dan nog de niptest erbij. En volgende week vrijdag dus bij de gynaecoloog kennismaking. Dus ja, maar al met al ging goed. Ik ben er blij om. Ik had gedacht, het geslacht dacht ik dat het anders zou zijn. Het is niet wat ik gedacht had, maar goed, alles is welkom. Oké, ik ga nu dus even bellen voor een afspraak voor mijn bloedtest, bloedafname. Deze. Oh, dan gaat hij weer. Dit is een diaper, luier. Ja, luier. En deze gaat naar de baby. We gaan pakken. Mijn kleine. Wat is dat? Dit is in jouw kamer. Dit is de baby halen. Oh, de baby. En dan kan ik het zo, hè?
En crème. Oh nee. Oh, tandenborstel. Nee, wat is het? Tandpasta. Is deze voor... Is deze voor Maven? Ja. Ja, een baby. Oh, jij hebt wel een baby. Ik heb ook een baby gepakt, ja. Ik heb een baby. Dat heb ik gedaan. Zie je Maven bewegen? Dat is Maven. Dat is grappig. Ja. Nog een keer. Kijk. Dan beweegt hij. In de buik van mama. Hij is heel donker. Het is wel donker, ja. Ja. Ook nog dit. Kijk. Deze. Heel kort. Kijk. Zie hem een klein beetje bewegen. Hij doet de buik. Ga je hem eraf halen? Nee, dat kan nog niet eruit. En jij? Ik heb wel baby. Hij moet nog groeien. Hij moet nog groeien. En hele goede morgen, Memphi. Ik vind het leuk naar de dokter. Vind je het leuk om naar de dokter te gaan? Ja. Wat ga je doen bij de dokter? Ik ga check-up. Check-up? Je gaat voor een check-up, ja. We gaan naar het consultatiebureau. Volgens mij is dit je laatste keer bij het consultatiebureau, Mef. Je bent nu 5. Je bent een hartstikke grote jongen. Toch? Maar volgens mij doen ze is geen vaccinatie of zo. Het is gewoon alleen een check-up voor, weet je, ogen, oren, gewoon meting. Dus we gaan het zien. En vanmiddag moeten we ook nog naar de huisarts. Dat is voornamelijk voor Mali. En dan gaan we naar kantoor. En we zijn in ieder geval op stap de hele dag vandaag. Ga maar. Ja, zo is het prima. Is deze leuker? Doe maar. Heel goed. Is deze rood? Wil je piep? Ja. Wat moet ik doen, Mef? Je moet niet vallen. Jij moet naar buiten komen. Ik ga niet vallen. Jij trekt mij. Oh. Hey Mef, hoe was het bij de dokter? Ja, ik moet daar naartoe. Maar Mef, jij bent nu echt groot, hè? 1 meter 20 gewoon. Jij bent 1 meter 20, 25 kilo. En je hebt piep gehoord, hè? Maar jij moet komen. Nou, hij wil weg. We gaan nog een keer naar de dokter, maar dan de huisarts. Zodat hij even in zijn oren kijkt, want hij klaagt dat er iets in zijn oor zit, waarvan ik geen idee heb wat. Mef, wachten. En Mali heeft dus ook eczeem. Mef! Eczeemachtige klachten. Dus dat laat ik even nakijken door de huisarts. Maar hij deed het zo goed. Gehoortest, oogtest, echt ruim. Maar echt ruim goed. Ik ben zo blij ermee. En hij is gewoon 1,20 meter. Dat betekent dat je lang genoeg bent voor veel dingen waar je normaal rekening mee moet houden bij kids. Attracties en zo. Dus nou ja, al met al goed. Dus wij gaan nu even naar de huisarts. Daarna even naar kantoor. En we moeten echt boodschappen doen, want het huis is echt leeg. En als ik zeg leeg, is het echt leeg, zeg maar. Wauw, Mef, dat is een lot. Veel dozen. Allebei voor mij. Oh ja? Ja, dan pak je maar. Mef is ervan overtuigd dat al deze pakketten van hem zijn, hè? Oh ja, ben je ook zo'n bouwvakker geworden? Waar je onderbroek van tot halverwege je ass zakt. Oh ja, joh. Maar we hebben dus flink wat boodschappen gedaan ook, want dat was hoog nodig. Wat is er, Mef? Help! Ja, zal ik helpen met openmaken? Wow. Oké, ga ik doen. Nana,
Merkel is de grootste consumer. Mali, je mag het suikerballetje niet tegen het plafond aandoen. Ja, ik doe. En jullie moeten slapen zo. Ze hebben van de huisarts serieus van die suikerballetjes gekregen. Daar zijn we heel erg blij mee. We zijn er wel even druk mee. Nou, dat dus. Oh! Maar goed, we hebben dus wat spullen gekocht. Vooral, weet je wel, van die Europese merken. Die daar in Dubai best wel prijzig zijn. Ik heb ook dit aangevuld. Want ik kan gewoon echt niet meer calcium van die koudtabletten. Ik kan er gewoon niet meer tegen. En daarnaast wat haarspullen die overigens ook daar wel verkrijgbaar zijn. Ik snap niet waarom ik dit hier blijf doen. Remco dacht dat het tandpasta voor de kids voor 16 jaar lang nodig hadden of zo. Wat is dit, jongens? En we hadden al ook bij Albertijn gekocht. En heeft hij nog wat vitamines voor zichzelf. En een hele verzorgingsspul. Schat, dit had ik niet verwacht van jou. Je hebt meer verzorgingsspul dan... Ik heb niet eens mijn eigen verzorgingsspul gekocht. Ik ben ook 50, hè, dus ik moet aan mijn huid denken. Dus ik heb al mijn crème. Kijk wat ik heb gekocht. Ik heb letterlijk alleen dit. Ik zag make-up. Dat is niet eens zo high-end make-up. Ik zag een blush palette en een contour palette. Ik denk, ik koop dat. Bovendien heb jij het hele grote voordeel dat je geen blanke huid hebt. En blanke worden gewoon echt oud. Dat weet jij ook. En ik wil dat graag voorkomen. Dus ik heb supplementen, vitaminepreparaten, hormoondingen. Ik heb van alles voor mijn huid. En daardoor zie ik er fantastisch uit op 51 jaar. Wil je mijn geheim weten? Ga ik niet koop mijn cursus. Ja, oké. Okay. Ja, kiddo's, we gaan naar bed. Nee. Met een balletje. Mogen jullie mee naar bed nemen? Kom. Van Mali. Mijn bol. Ja, wel ben je hem weer kwijt. Ja. Niet in je neus, hè? Ik heb het kwijt geraakt. De cooking husband. Yes, he is. De husband is cooking. Zeg hem, koekoe man. Even wachten. Laat je mij gewoon wachten. Maar Remco heeft gewoon gekookt. Ja. En zelfs opgeruimd. Ja, jij bent zwanger, hè? Ik ben zwanger, ja. Ja, dus dan kun je dat soort dingen niet, hè? Hey, maar luister, als je even... Nou, even luistert de volgende keer. Ja. Die snijplank heb je daar aan die kant gelegd, aan de linkerkant. Ja. Dan gaat die klep niet open van waar dat vaatwasblokje... Is het zo? Ja. Hebben we vaker gehad. Dat is niet goed, dan blokkeert dat. Dus een beetje oefening nog, hè? Moet je aan de andere kant doen. Nee, dat past niet, schat. Dat kan niet. Er staan borden en shit. Dan doe je die borden toch aan die kant? Nee, dat gaat niet. Ik heb het net geprobeerd, dan kan hij niet dicht. Want het houdertje is niet goed. Geloof me, ik heb het al geprobeerd. Dus jij kan morgen mij afwassen. Ik ga morgen afwassen? Ja, je moet niets doen, man. Ik pas op je lazy ass daar zitten. Zo, maar ik ben zo... Pardon? Ja, dat. Gelukkig verstonden we er niks van, want je was heel ver weg. Tweede trimester, dan zou je dus actief moeten zijn en dat soort zaken. Maar ik merk er weinig van. Dat durft hij dan niet hardop te zeggen, hè? Ja, lekker binnensmonds. In front of the camera, very hard. In front of the camera. En dat is dus waar je als man mee te maken krijgt als je naast een zwangere vrouw staat. Oh, daar gaat het natuurlijk om. Wij maken die hormonal disbalance ook dagelijks mee en heel heftig. Het is dus, hormonal disbalance. Lotgenoten, als er nog meer mannen zijn die op dit moment partner zijn van een zwangere vrouw, reach out and let's start a group of zoiets. Ja. Maar jij kunt ik aan de andere zeggen, kant. Van, ik ben sneu, ik ben zwanger. Ik ben niet sneu en ik ben niet zwanger. Ik had net een cola gedronken. Ben niet zwanger. En daarna nam ik een hap van iets. Chocola. Chocoloni. Ja, een stukje chocoloni nam 89% ik. 89% suiker, ja dat. Zo, wat een haat komt er van geen je af. Haat. Het is geen dus haat. Maar, ik zei eerder vanavond haat, zei ik tegen je, je hebt gewoon een zijkop. Een zijkop. En tada! Ja. De energy voelde ik goed. Maar ik wil dus even... Nederlanders een zijkhoofd hebben. Dat zei ik niet. Jij hebt gewoon een zijkhoofd. Je komt hier in Nederland en je ziet heel veel zijkhoofden. Dat is wel een beetje een Nederlands ding. Een zeiken over wat alles. Dat komt namelijk omdat je het heel erg goed hebt. En eigenlijk helemaal geen reden hebt om te klagen. Ga je klagen over dingen waarover je zou kunnen klagen. Dat is wat gebeurt. Dus kies je ervoor om te klagen. Maar ik had dus cola en ik nam een stukje chocola. Ja. Terwijl er nog gas in mijn buik was. Dus ik moest boeren. Wow. Maar daarna at ik iets. En toen zat die hele gas en etenstuk vast. Dat was best wel een raar moment. Heftig. Even. Waar was het dan, dat stuk gas? Waar is het uiteindelijk uitgekomen? Uit je neus? Nee, het is gewoon weg. Echt? Gewoon weg? Het disappeert? Misschien in mijn darmen nu. Het zit nog ergens in je. Ik krijg enorme scheten vanavond naast je.
Sexy. Anyway. Zullen we het positief afsluiten ja, dan? Ja, natuurlijk. Maar het was een heel positief verhaal. Dus oh ja, realistisch. Is dat een positief verhaal? Ik heb een ander beeld van positiviteit. Maar continue. Ja. Ik mag wel afsluiten. Fijn, lieve mensen. Kijk dan, zeikhoofd. Ik kan echt helemaal niks goed doen. Hè? Dat is dus ook wat je meemaakt als man. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat is een suffering, man. En ik moet daarna dan ook ontzwanger, hè. Dus daarna, dan gaat alles weer terug naar hormonal balance in plaats van hormonal disbalance. Daarna moet je ook weer herstellen als man van de hele toestand. Dus het draait eigenlijk om jou, niet om de vrouw of de baby. Nee, het draait om ons. Om jou. Wij zijn zwanger, zo gaat dat toch? Ik zag bij de verloskundige van de week, daar kun je ook naar zwangerschapsgym. Dan moet je dan met z'n tweeën doen, hè? Absoluut niet. Moet je daar als man bij doen dan? Nee, natuurlijk niet, man. Ja, de vrouw ondersteunen. Dat ga jij niks vinden, want dan krijgen we een preek midden in die zaal. Hoe het voor de mannen. Ja. Dat ik eigenlijk andersom zou moeten. De vrouw zou de man moeten ondersteunen. Ja, dus een hoogzwangere vrouw zou de man moeten ondersteunen, vindt hij. Ja, Okay. vind ik eigenlijk wel. Als we het toch hebben over aanbieden van cursussen en trainingen, dan zouden we dat misschien moeten aanbieden. Daar hebben we het niet over. Nee, zoiets. Ja. Okay, let's go. En ik ben al met de afsluiting begonnen, hè. Het is niet let's go, zo werkt dat niet. Hè? Dat is een geleidelijk proces dat je langzaam overgaat. Maar het is al 4 minuten 15. Hoe moet dat nou, man? Dat is toch leuk, man? Had je leuke footage deze week? Ik denk het wel. Je denkt het wel. We zijn in Nederland. En dat zijn we inmiddels al 4 dagen, 5 dagen. En het is druk, we zijn druk. Harder praten. Het is druk, we zijn druk. Ja. Ja. En morgen zijn we weer druk. Ik heb al vroeg meetings. Maar het bevalt ons wel eigenlijk, hè? Als we hier zijn altijd. We doen gewoon ons ding. Het is al heel grappig dat we hier dan veel drukker zijn dan wanneer we in Dubai zijn. Dat vind ik dan wel bijzonder. Dat zei je bij de vorige afsluiting ook. Ja, dat zeg ik weer nu. Ja. Omdat we dus ook naar de verloskundige moeten. En dan moet je naar andere dingen en zo. Ja, ze geven nu een signaal dat ik door moet praten. Ja, ja. Anders wordt de video te zwaar. En dan kan ik het niet uploaden. Laat mij gewoon de man zijn naast een zwangere vrouw. En laat me dit verhaal gewoon vertellen. Maar leuk dat jullie gekeken hebben. Wij nemen jullie weer mee in ons enerverende leven. Na deze afsluiting gaan we gewoon door. En de volgende keer maken jullie weer een mooi verhaal van. Dankjewel. Dag. Snel genoeg? Ja, op zich wel. Ja, maar? Nee, niks. Je hebt ook een zeikhoofd. Zeikhoofd, dat is alles wat ik zeg. Jullie kunnen haar niet zien, maar dat is maar goed ook.